En ik wil zeggen dat ik heel erg veel van je hou. En heel Nederland mag het weten. Emre, ik hou heel erg van jou. Ik heb het ook geprobeerd zonder jou. Maar ik... Zo jongens, in de binnenstad, zijn jullie niet bang voor het coronavirus? Ja, tenzij mensen in je gezicht gaan hoesten, dan is het besmettelijk, anders niet toch? Dat is eigenlijk niet. Hoe doen jullie het met de voorzorgsmaatregelen die jullie de overheid opleggen? Doe je gewoon met handschoenen en zo? Bijvoorbeeld, of handzeep? Ja, ik wil gewoon goed je handen wassen en gewoon genoeg afstand van mensen houden. Dat is gewoon voldoende, toch? En heb je zelf nog tips en tricks voor andere mensen? Ja, sowieso. Goed je handen wassen. Dat is altijd muziek. En 1,5 meter afstand houden. Dat is geen 1,5 meter, hè? Wat dan? En zo naar nul met auto voor uur. Je bent vast wel een beetje bekend met het coronavirus. Wat vind je ervan? Ik vind het niet echt fijn voor de wereld. Het is wel schade aan de wereld en zo. Het is ook niet fijn voor de scholen. En de winkels zijn dicht. Dus. U heeft waarschijnlijk het nieuws wel al gehoord. Ja. Bent u nu bang dat u per ongeluk wordt aangestoken? Nee, ik ben eigenlijk niet bang voor. Want als je maatregelen neemt, de juiste maatregelen, dan voorkom je ook de coronavirus, zeg maar. Dat is bijvoorbeeld je handen wassen. Ik heb nu geen masker om, maar bijvoorbeeld niet in drukke plekken komen. Dus niet bijvoorbeeld in de supermarkt of zo. Een beetje gewoon los van de mensen lopen, dan komt het heel goed. Maar je gaat je niet zelf opsluiten, dus dat is geen goede oplossing, vind ik. En wat vindt u ervan dat steeds meer gelegenheden dichtgaan? Ik vind dat niet kunnen, want wij moeten ook onze boodschappen kunnen doen en onze behoeften kunnen uiten. En nu is overal dicht en ik vind het echt heel erg zonde. Want we moeten wel bijvoorbeeld brood kunnen halen of kleren kunnen kopen. En juist op dit moment waar we heel erg het nodig hebben, is overal dicht. Dus dat vind ik weer heel erg zonde. En wat denk je dat er gaat gebeuren als Nederland in lockdown gaat? Ik denk dat het niet goed uit gaat komen. Als ze zeggen dat we straks niet op straat mogen komen, ja, dan gebeurt een soort van burgeroorlog, vind ik. Dus dat moeten ze niet doen. Ze moeten niet mensen de vrijheid gaan beperken. Mij toe, ik wil een laatste eerlijke kans en ik wil dat we gewoon doorgaan in onze relatie. Want Emre, ik hou heel erg van je en blijf alsjeblieft in mijn leven. Niet als vrienden, maar als mijn vriend. Als mijn man en als mijn toekomst. Emre, ik hou heel erg van jou. Moet je niet vergeten. Groetjes, Sheriffe. Wat vindt u van de situatie van... Alsjeblieft. Wat vindt u van de situatie met het coronavirus? Waardeloos. Zegt u? Ik vind het waardeloos. Ja, snap ik. Ja. Ik zei tegen mijn vrouw, ik ga nog even een eindje lopen of fietsen, want dadelijk mag ik misschien niet meer naar buiten. Ja. En alle scholen, alle winkels gaan sluiten? Ja, alles sluit. Valt niet mee hoor. Nee. Misschien wel al gehoord van het coronavirus. Ik vind het niet zo leuk eigenlijk. Want heel veel is gesloten en zo. Maar ja, je zit eigenlijk alleen maar thuis. En wat denk je dat er tegen gedaan zou kunnen worden? Sorry? Wat denk je dat er tegen gebeurd zou kunnen worden? Bijvoorbeeld dingen sluiten of goed handen wassen bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat iedereen wel even handen was als die weer naar binnen toe komt. Tenminste, ik wel. Als ik ben wezen buiten spelen, ga ik weer naar binnen. Dan doe ik wel eerst even goed mijn handen wassen. En ik denk ook dat nog de supermarkt wel ooit nog gaan sluiten met corona. En wat vind je ervan dat je ook niet meer naar school kan? Nou, eigenlijk niet leuk, want ja, het lijkt dat het leuk is, maar eigenlijk is het helemaal niet leuk, want je zit eigenlijk alleen maar thuis te leren ook gewoon. Dus ja. Mis je vriendjes ook een beetje? Of? Nou, nee. Dat eigenlijk niet. Dus later in de week. Hey, jongetje.
Is goed, nou hartstikke bedankt.